Ja, nu meer over de moord in Ridderkerk. Begin april op deze Albanees, Ilirjan Sula. Vandaar ook dat we nu in die taal ondertitelen. De daders lopen nog vrij rond, maar maakten een belangrijke inschattingsfout. Dumpten moordenaars maar vaker hun vluchtauto als het eb is. Het seringenplantsoen in Ridderkerk. Tweede paasdag, 's avonds laat. Buurtbewoners horen die maandagavond 6 april meerdere schoten en waarschuwen de politie. Even later vinden agenten in een smart het levenloze lichaam van een onbekende man. Het onderzoek begint diezelfde avond met als eerste vraag: wie is eigenlijk het slachtoffer? Dat lijkt snel duidelijk, want in de auto vindt de politie een identiteitsbewijs uit Albanië. Ja, en op dat identiteitsbewijs, mevrouw Berenbas, stond uiteraard een naam. Maar dat was niet de naam van het slachtoffer. Nee, het heeft nog wat moeite gekost om zijn werkelijke identiteit te achterhalen. De man op het identiteitsbewijs bleek namelijk iemand anders te zijn. We hebben contact gelegd met Albanië en deze man bleek nog springlevend. Hij bleek het slachtoffer wel te kennen en daardoor weten we dat het de 33-jarige Ilirjan Sula uit Albanië is. Ja, dan denk je, als leek onderzoeksteam weet wie het slachtoffer is, dan zal het onderzoek wel grote sprongen maken. Ja, dat was toch nog iets ingewikkelder dan we dachten. We merken dat er maar heel weinig mensen in de omgeving van Ilirjan bereid zijn om over hem te vertellen. Dat maakt het onderzoek lastig, want we willen natuurlijk graag weten met wie hij veel omging en of hij wellicht met iemand een conflict had. En daarom doen we vanavond een dringend beroep op mensen die Ilirjan hebben gekend om contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen achterhalen wie er op tweede paasdag verantwoordelijk waren voor zijn dood. Ja, en dit is wat er inmiddels over Ilirjan Sula bekend is. Ook al staat hij niet officieel ingeschreven in Nederland, de politie ontdekt dat Ilirjan zo rond 2010 in ons land moet zijn komen wonen. Waar hij zich al die tijd mee bezig heeft gehouden is niet helemaal duidelijk. Het blijkt dat hij sinds half februari van dit jaar samen met zijn vriendin woont in deze flat aan het Seringenplantsoen in Ridderkerk. Daarnaast huurde Ilirjan ook een appartement in Rotterdam, in deze woontoren aan de Drinkwaterweg. Het is ook niet duidelijk met wie en waarvoor hij deze woonruimte gebruikte. Wel staat inmiddels beter vast wat er vlak voor de moord is gebeurd. Maandagavond 6 april, tweede paasdag, is Ilirjan Sula met zijn zwarte smart in ieder geval in het centrum van Rotterdam geweest. Tegen het einde van de avond vertrekt hij richting zijn flat in Ridderkerk. Hij is op weg naar zijn vriendin met wie hij sinds afgelopen zomer een relatie heeft en waarmee hij dus sinds begin dit jaar samenwoont. De twee hebben die avond contact via WhatsApp. Tegen 11:30 geeft Ilirjan aan snel thuis te zullen zijn. Een kleine 10 minuten later komt Ilirjan aan op het Seringenplantsoen. Hij beseft op dat moment niet dat de inzittenden van een grijze BMW hem hebben opgewacht en het op hem gemunt hebben. De schutter stapt na de aanslag in de BMW en gaat er samen met de bestuurder met hoge snelheid vandoor. Terwijl Ilirjan Sula ter plekke overlijdt. Ja, mevrouw Berenbas, dit onderzoek is onder meer ook zo lastig omdat Ilirjan Sula gebruik maakte van meerdere namen. Ja, in Albanië is het anders dan in Nederland vrij gemakkelijk om je naam te veranderen. Nou, Ilirjan Sula werd geboren als Durim Sulku. Hij veranderde zijn naam later in Durim Sula. Ook maakte hij nogal eens gebruik van de naam van zijn broer. En hij beschikte over een Bulgaars paspoort op naam van Borislav Dimitrov. Bovendien werd hij door zijn vrienden Rimi genoemd. Nou, had er dus blijkbaar belang bij om meerdere identiteiten te hebben. En mogelijk heeft dat te maken met criminele activiteiten. En dat verklaart waarschijnlijk ook waarom mensen uit zijn omgeving niet erg loslippig zijn. En juist daarom kunnen getuigen u nu goed helpen. Mensen die helemaal niks met slachtoffer te maken hebben, maar misschien hebben gezien of er iets over hebben gehoord net in de periode voor zijn dood. Ja, bijvoorbeeld waar hij de avond van zijn dood, 6 april, allemaal geweest is. We weten dat hij in het centrum van Rotterdam is geweest, maar we weten niet precies met wie en exact op welke locaties hij is geweest. Ilirjan reed die avond in deze zwarte Suzuki.
Nou, we willen graag weten of mensen, of ik zeg Suzuki, ik bedoel een Smart. Ja. We willen graag weten of mensen die Smart die maandagavond 6 april ergens hebben gezien. Misschien wel in het bijzijn van andere personen of andere auto's. En we willen heel graag spreken met mensen die Smart van Ilerjan vaker hebben zien staan bij de flat aan het Seringenplantsoen in Ridderkerk, waar hij met zijn vriendin woonde. Ja, helaas is er nog geen signalement van de schutter en zijn handlanger. Wel is er meer bekend over een nogal roekeloze vlucht. Na het schieten rijdt de grijze BMW rond 11:50 hard weg vanaf het Seringenplantsoen in Ridderkerk. De bestuurder scheurt verder over de Populierenlaan, waar hij bijna een aanrijding veroorzaakte. De remsporen staan nog altijd op straat. Via de benedenrijweg rijdt de BMW door naar de Regenboogkade in Rotterdam. En daar doen de daders iets onverwachts. Ze proberen de BMW te dumpen in het water van de Nieuwe Maas. Maar omdat het op dat moment eb is, verdwijnt de auto niet onder het wateroppervlak, maar blijft boven water steken op de basaltblokken. De politie wil graag weten wie heeft gezien dat de auto daar op de Regenboogkade werd gedumpt. Ja, mevrouw Berenpas, die daders hoopten letterlijk dat die auto nooit meer boven water zou komen. Dat is mislukt, duidelijk. Dat levert hele mooie concrete aanknopingspunten op. Ja, absoluut. Die BMW hebben we uiteraard meteen in beslag genomen. En deze wordt momenteel bij het NFI op sporen onderzocht. Nadat ze die auto hebben gedumpt, zijn de daders vermoedelijk te voet vandoor gegaan. We weten niet precies waar ze naartoe gegaan zijn. En we hopen dat de mensen rond middernacht die daders misschien hebben zien lopen. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze zijn overgestapt in een andere auto in de omgeving van de Regenboogkade. En misschien is dat ook gezien. Dan die grijze BMW, die blijkt 2 maanden voor de moord te zijn gestolen in Amsterdam. Ja, die is op 4 februari gestolen in de Akbarstraat in de Kolenkitbuurt in Amsterdam. De originele kentekenplaat is vervolgens vervangen door een nagemaakte nummerplaat. Kort na de diefstal, en dat was wel opvallend, is er een telefoontje binnengekomen bij Meld Misdaad Anoniem. En daarin werd informatie gegeven over die gestolen BMW. Nou, nu deze auto is gebruikt bij een moord, hopen we dat deze tipgever contact met ons wil opnemen. Want ik kan hele belangrijke informatie voor ons hebben. En dat kan een hij of zij zijn. En verder zijn er vanavond vragen over de PD, de plaatsdelict, het Seringenplantsoen in Ridderkerk. Want die BMW is daar al ruim voor de moord gezien. Een paar dagen voor Pasen ziet een buurtbewoonster de grijze BMW voor een van de 3 grote flats aan het Seringenplantsoen staan. Op de een of andere manier vertrouwt ze het niet en noteert het kenteken. Later, als ze hoort van de moord, geeft ze haar bevindingen door aan de politie. De auto die ze heeft gezien blijkt inderdaad de BMW van de daders. En dat betekent dat Ilerjan waarschijnlijk al een paar dagen voor zijn dood in de gaten is gehouden. Wie heeft de BMW ook al eerder zien staan bij de flat? En wie weet wie er toen in zaten? Of wie heeft de BMW op een andere plek gezien? Mogelijk heeft ook de blauwe bus op deze beelden met de zaak te maken. Wie heeft deze Volkswagen Transporter in de periode voor Pasen bij de flat gezien? Het blijkt dan ook in Amsterdam gestolen bestelbus met valse kentekenplaten te zijn, die inmiddels door de politie in beslag is genomen. Maar het is nog niet duidelijk wie erin reden en of er mogelijk een link is met de moord op Ilerjan Sula. En alle informatie en vragen rond zijn dood staan op de site. Er is nu een Albanese tolk bij de tiplijn 0800-6070. Als u anoniem wilt blijven, dan kunt u ook terecht bij M of voor een vertrouwelijk gesprek met de politie.